een vogelhuisje. Breda Nu. Je weet het meteen. Bij boerderij Wolfslaar vond in het kader van de Boomfeestweek de Grote Groene Doedag plaats. Tijdens deze dag waren er allerlei activiteiten te doen met een knipoog naar de natuur. We hebben de voorjaarskriebels. Je kunt hier nestkastjes timmeren, vogels bekijken, waterbeestjes zoeken. Er is van alles te doen hier bij Landgoed Wolfslaar op deze Grote Groene Doedag. Ik ben benieuwd. Hé, wat ben je voor moois aan het maken? Een vogelhuisje. Wauw, een vogelhuisje. En ik zie dat je er heel hard voor moet timmeren. Kun jij dat ook al? Ja? Laat eens zien. Kan jij ook timmeren? Ja! Een Grote Groene Doedag, georganiseerd door Wolfslaar, door gemeente Breda. Wat is vanuit de gemeente de rol erin? Nou, wij als gemeente proberen steeds vaker het groen te promoten in onze stad. Hè. We hebben ook een stadslogan Breda Stad en een Park in 2030. En vooral dat thema willen wij goed bij iedereen over het voetlicht brengen. Dus dit een hele mooie dag voor. Ja. Dus er gebeuren dus meer activiteiten dan alleen deze dag. Kunt u iets vertellen over de verschillende activiteiten die er plaatsvinden? Ja, we zijn eigenlijk al de hele week bezig. Maandag, dinsdag en donderdag met alle groepen 7 van basisscholen in Breda. Om die allemaal kennis te laten maken met een stukje natuur. Afgelopen woensdag was natuurlijk de Nationale Boomfeestdag. Toen hebben we op Wolfslaar ook een boom geplant in een natuurgebied. En gisteren op Parkhoeven Noord en vandaag eigenlijk voor iedereen. Zit er een goede beschrijving bij hoe je het moet doen, het huisje maken? Ja. Oké. Weet je al waar je hem op gaat hangen, het huisje? In de tuin, bij de anderen. Oh, je hebt er al meer? Oh, dan wordt het wel leuk. Ja, dat snap ik. Tof. Vandaag is de grote afsluitdag, hè? De Grote Groene Doedag hier op boerderij Wolfslaar. En vandaag kun je op pad met iemand van de West-Brabantse Vogelwerkgroep om vogeltjes te spotten in het park. Maar je kunt ook hier je nestkastje timmeren. Nou, je hoort het geluid al achter je. Dus er wordt hard gewerkt. En het grappige is, er komen niet alleen kinderen op af, maar ook volwassenen die het leuk vinden. En dat is natuurlijk helemaal prima. Want als jij daar liefde voor hebt, dan moet je vooral komen. U vertelt, hè, vogels bekijken, luisteren naar de vogels, nestkastjes timmeren. Vanmiddag stonden er nog meer dingen op programma? Ja, dat klopt. Vanmiddag hebben we nog een circuit door het park heen. Dan kun je in de boom klimmen, dan kun je een takkenmannetje timmeren, dan kun je natuurcreatief. En je kunt met onze eigen ecologen van de gemeente kun je waterbeestjes gaan vangen. Want door het park stroomt de Bavelse Lei en er liggen ook verschillende poelen waar heel veel leven in is. En gaan we eens kijken wat er allemaal te vinden is aan libellenlarven en kleine visjes en rugzwemmertjes. Ja.